Twee auto's zijn dinsdag flink beschadigd geraakt bij een ongeluk in Dordrecht. De botsing gebeurde rond 8:50 ochtends ter hoogte van Villa Augustus. Daar wilde volgens onze 112-correspondent een automobilist vanuit een doorsteek de Oranjelaan op, maar zag daarbij een andere auto over het hoofd. Beide auto's knalden tegen een boom en liepen veel schade op. Twee inzittenden zijn nagekeken door ambulancepersoneel.